Van een week het in Hogeveen, 2-2. Wat ga je van een week doen? Trainen. De alle weken, hè? Dat wist ik wel. Ja, ja. Verleden week hetzelfde soort wedstrijd. Die was net volle voort. Jullie was ik net volle voort. Je creëerde je iets meer kan over verleden week doen. Alleen nog, wie benutten ze net en daardoor spelen ze jullie league. Maar wat voor gevoel is dit? Ja, wel een positief gevoel dat je de kans creëert en dat je uiteindelijk een prille kans om die wedstrijd moet winnen. En wie jou net volle kans voor, dat alleen maar het is jammer van die kans die we voor jou, dat is echt een zindoelpunt. En dat je te makkelijk. Dat je aan de andere kant de eerste helft trainen of voorsteen kennen, terug de kans die je creëren. Nou ja, dat jouw een goed gevoel. Dat je de tweede helft uiteindelijk wel weer veerkracht tonen, dat je in één komt en daarna krijg je nog twee momenten om een winnende te meiden. Ja, dat jou een goed gevoel. Het is jammer dat het winnende doelpunt net valt, want dat gingen we jullie wel verzinnen. Leidt er net een volle druk op je? Nee, ik zou net weten waarom dat er druk op leidt. We zijn gewoon lekker aan het voetballen en dat zijn kansen dan. Misverstand, keeper komt uit, bal leidt er wat in, ja, dan meewerp nee. En dan is de veerkracht gewoon goed. Nee, dat had niks met druk te maken. Thomas Prinsen en Jerey Margarita staan vorige week in de basis. Die zijn nou wissel. Waarom zijn die wissel en waarom zijn die andere jongens erin? Net fit. Dus verleden week in de wedstrijd met lichte blessures. Van de week net volledig trainen kan. Dus alleen op tongens, je krijgt in op field west. Nou ja, dan kan ze net spelen. Zien we in wel fit genoeg om het laatste stukje in te vallen. Dus vandaar die keuzes. Wat moet je hem verbeteren? Scoren. Hoe ga je hem dat verbeteren? Gewoon erop zetten. Als je de kans net creëren, dan wordt het een lastig verhaal. Zolang ze creëren, dan gaan die bal er vanzelf in. En dan komt het vertrouwen ik wel even om. Voetbal hebben we goed, we hebben prima wedstrijd spelen. En die jongens met ik vertrouwen had dat we gewoon voetbal gewoon prima mee komen. En dan gaat het even om de details. En daar moet je net de druk om uit. Soms dan valt het op eens weg en dan winst we een wedstrijd makkelijker. Ja, en soms dan winst een wedstrijd moeizaam en onverzinnen. Ja, op dit moment zijn we correct even in de fase dat het. Dat we te makkelijk zien krijgen, wat kunnen creëren. Nou ja, we verliezen hem net. We hadden na de winter om één keer verlen. Dat er wat vaker league spelen wordt, dat is duidelijk. Nou, in gelijk spelen haar game dan oors naar de oren wedstrijden zin. Dus speelt het kampioenschap mee, speelt de periode mee. Nee, je bloeit gewoon eerst ontwikkeling. Je had nog een half verbeterpunten. We hebben als team zouden we zagen groeien moeten. En daar bloeit gewoon aan werken. Omdat je weet van, er komen nog zoveel wedstrijden aan dat er nog van alles gebeuren kan. En dan heb je clubs op 4 punten achterstand staan, die zijn nou bovenaan. Dus dan moet je ook gewoon rustig blijven. Je moet gewoon zelf dingen goed van blijven. En op het moment dat je dan weer punten pakt, dan zie je op een gegeven moment waar het. En het is net zo belangrijk in die zin hoe je ranglijst er nou uitziet. Je moet eerst weer wedstrijden winnen en dan zie je het nog letter was bij. En hoe ga je dat volgende week het once in DWS? Nou, ik denk redelijk op dezelfde manier. We proberen die ploeg bewust te maken dat we proberen die matten net een goaltje in te krijgen. Nou ja, de Safalokan kreeg wel de laatste week op zich net zien, dus dat is wel heel goed. En nou de nul horen, nou ja, dan prikst de orde week gewoon zien en dan winnen we orde week. Dat hoop ik. Ja, gewoon vertrouwen haar. Ik hoop het. Dat wil je.